Vanmiddag ga ik een beetje oefenen op een klein lokaal watertje met mijn nieuwe feederhengel. Ik heb geen idee van de visstand hier, maar met deze 12 voeter moet het wel lukken. Bovendien zit er een molentje op met een perfecte slip. Altijd handig, mocht ik onverwacht een karp raken. Het rondvoer bestaat hoofdzakelijk uit vogelvoer met havermout. En ik ga vissen met maden en een pellet. Ik maak geen voerstek, want ik ben bang dat ik dan te veel voren aantrek met die maden. Ik ga gewoon een beetje zwerven met de voerkorf. 3 maden op een haakje 12. En de pellet voorgeboord op een her moeten het trucje gaan doen. Ik ben inmiddels een half uurtje bezig. En waar ik ook ingooi, ik krijg onmiddellijk een beet. Allemaal van die korte rukjes waar ik niks mee kan. Nou, na een half uurtje was ik eindelijk eentje de slim af. Mijn eerste feedervis. Ja, dit kan je natuurlijk verwachten, dit soort visjes. Dat hoort er nou helemaal bij met feederen. Nou, ik hoop dat er ook nog een paar leuke braasems aankomen. Ik ben een uurtje of twee bezig. En ik heb vooral geleerd dat je snel door je voer heen bent. Na een stuk of 15 vorentjes heb je toch wel een stuk of 20, 25 van die korfjes gebruikt. Inclusief het misslaan. Dat gaat harder dan ik verwacht had. En ik ga iets anders proberen, want ik wil kijken of ik iets tegen dat misslaan kan doen. Ik heb iets nieuws bedacht en ik hoop dat je het kan zien zo. De voerkorf uiteraard. Een afhoudertje waar de lijn doorheen loopt. Op de afhouder zit een stukje rubberslang. En dat gebruik ik als eerste, als onderlijn. Een minuscuul, dun staafje roestvrij staal uit de roofvisserij. Waarom? Het duwt de onderlijn weg van al het gedoe rond de voerkorf. En aan het eind van de montage heb ik een dun lijntje van 1800ste nylon. Dat als ik lijnbreuk heb, dat het in ieder geval hier is. Bovendien krijg je een semi-vast loodsysteem waarbij de vis zichzelf moet haken, welke kant hij ook op opzwemt. Aha, dit werkt ook. En wat een joekel. Ik stop ermee. Ik heb er nog een stuk of 5, 6 bij gevangen. Het is allemaal kleine voren hier. Maar ja, dat zegt niet zoveel, want ik ken dit water verder helemaal niet. Ik kan niet zeggen wat beter werkte. Free lining of semi-fixed. Daar moet ik nog een beetje meer voor testen. Maar wat wel goed bevallen is, is dat ultra dunne spinstangetje als afhouder. Daar ga ik ook mee door. Volgende keer ga ik naar het kanaal. Ciao! Het kanaal moet nog even wachten. Want ik wil eerst iets anders uitproberen. Dezelfde stek als vorige week. Ik kan er niet te veel van laten zien, want dan worden de lokale vissers nerveus. Ik was niet zo tevreden over die voorgeboorde pellets, dus ga ik terug naar een bekende montage. 1 made op de haak en een enkele maïskorrel. Werkt eigenlijk altijd wel. Het korfje is deze keer aan twee kanten dichtgemaakt met grondvoer en daartussen zitten maïs en maden.
Nou, het systeem en het aas en het voerkurfje werkt instant. Maar ja, het is weer een vorm. Komt er wel iets anders te vangen hier. Ik ben de tel kwijt, maar dit is de grootste tot nu toe. Dus het zijn geen monsters hier. Ik heb genoeg vorentjes zo langzamerhand. Dus ik ga nu alleen nog maar met mais vissen. En niet meer met maden. En die mais die bied ik aan samen met een string. Nou, dit moet het gaan doen. Het haakje is zo klein dat ik de string niet eens hoef te knopen. Ik kan het haakje er gewoon doorheen steken. Ik zit nu 3 kwartier met alleen mais te vissen en ik heb nog geen aanbeet gehad. Nou, dat bedoelen ze nou met selectief aas. Ik geef het nog een kwartiertje en dan ga ik weer verder met maden en mais gecombineerd. Het is weer een echt vorentjesfestival geworden met die maden en dat korfje. Ik kan niet zeggen dat het mijn visserij is. Het is niet mijn ding. Ik vis eigenlijk liever met de method. Maar goed, ik zal het nog 1 keer proberen op het kanaal. Heb ik dat weer? Is het eindelijk mooi weer? Lekker weer om op het kanaal te vissen? Is er een viswedstrijd? Nou ja, goed. Ik ben uitgeweken naar dit water. Laat het even zien. Ik ken het eigenlijk alleen van het snoekvissen. En dat was nooit zo bijzonder succesvol. Dus verras me maar. Mijn allround hengeltje heb ik ingeruild voor deze 12 voet feeder en ik heb toch maar weer een nieuw penhengeltje gekocht. Die zal ik laten zien in mijn karpen video's. Vandaag maak ik voor het eerst opname met een bondje op de microfoon tegen het windgeruis. Ik hoop dat het helpt. Het is nogal een groot ding. Nou ja, we horen het wel, letterlijk. Dit is voorlopig de laatste modificatie. De lijn loopt langs het staaldraadje met 3 rubbertjes. En aan het eind van het staaldraadje heb ik een 2 of 3 gram loodje geplaatst, zodat je een boltrick effect krijgt. Nou, laten we maar eens kijken of het werkt. Deze keer heb ik gevoerd 6 korfjes en vis ik met 3 maden op een haakje 10. En net als de vorige keer begint het weer met een vorentje. Ik hoop dat er meer in het vat zit vanmiddag. Thank you.
eerste schepvis is meteen een hele fraaie. Een brasem van 58 centimeter. En een behoorlijk zware ook. Het lijkt alsof die kuiten heeft, maar ik kan me bijna niet meer voorstellen. Want ik heb ze al lang geleden zien paaien. Mooie vis. Niet erg sterk, moet ik toegeven. Maar goed, het is toch leuk. Volgende. En ze hebben nog steeds paaiuitslag hier. Dat verbaast me echt. Op ander water zijn ze al lang uitgepaaid. Maar ja, het is ook een heel vreemd voorjaar geweest. Hè? Hele koude nachten, lage temperaturen, koude wind. Dus ze lopen kennelijk achter hier. Kijken of we nog meer trek hebben. Ik heb een uurtje of drie gevist en ik stop ermee. Het was vooral lekker weer vanmiddag. Maar na die twee platten heb ik een uur lang gewoon helemaal niks meer gezien. En nu is de voorin weer terug. En massaal. Ik denk als ik er een haakje 14 en een enkele maden aan doe, dat ik er net zoveel kan vangen als ik wil. Maar ja, daar ben ik niet op uit.